Okay, can I just say something crazy? I love crazy. Spoiler! Ja, op Disney-prinses moet je wel kunnen zingen natuurlijk, Lois. Help mij, oké. Zo is het, niet Spider-Man, wat doe jij hier? Maar Spider-Man, wat doe jij hier? Ja, snap je? In de serie voor Suckers ga ik een paar weken langs bij verschillende gasten om te kijken of wat zij doen ook iets voor mij is. Hoi allemaal, vandaag heb ik een nieuwe puntje voor Suckers voor jullie en deze keer is het onderwerp... Stemacteren voor Suckers. Yay. De meesten die Carré Albers kennen weten dat zij een stemactrice is, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Stemacteren is eigenlijk de stem wat je inspreekt voor een animatie of voor live action, eigenlijk meestal voor kinderen. Ja, het is heel lastig en ik ga het Lois vandaag leren hoe het moet. Allerlei punten hebben we opgeschreven die je allemaal moet kunnen. Ja. Om stemactrice te worden. En daaruit gaan we een soort van final test doen en kijken of ik stemactrice kan worden. En inderdaad waardig ben daarvoor. Of dat ik misschien super erg faal. Ja. Nou, het eerste wat je eigenlijk wel moet kunnen zijn bepaalde typetjes. Ja. Dus je moet een oud vrouwtje kunnen. Mm-hmm. Een jong jongetje worden heel vaak meisjes voor gebruikt. En natuurlijk kleine meisjes. Want heel vaak heb je ook flashbacks in series. Dus dan moet je een volwassen vrouw doen, maar ook daar kindversie van. En je moet eigenlijk alles kunnen. Nou, we gaan beginnen met het kleine meisje, want dat heb je toch heel veel karakters en zo. Ja. En als je een klein meisje moet je toch meer een beetje... zo praten, een beetje hoger. Hoger. Hoger, Lois. Hoger. Hoger, Lois. Heel enthousiast voor altijd. Wat heb ik mezelf aangedaan? Zeg maar gewoon in een heel schattig stemmetje. Hoi, ik ben Lois. Ik ben 7 jaar. En dan lach je of zo. Okay. Oh. Hoi. Hoi, ik ben Lois. Het helpt vaak ook om heel veel adem in te leggen, zeg maar. Hoi. Hoi. Hoi, ik ben Lois. Alsof hij echt zo piekt of zo. Ik weet niet. Ja. Maar... Hoi, ik ben Lois. Hoi. Oh, dat klinkt zo weird. Hoi, ik ben... Nee, wacht. Je kan het ook wat lager pakken. Je hoeft niet per se zo hoog. Beetje schattiger. Dus een beetje zo... Hoi, keel bij elkaar. Ik moet hem in mijn keel vinden of zo. Even, zeg maar... Ja, normale volwassen vrouw, maar wel iets ouder. Stel 30. Hoe zou jij dat denk je doen? Dus dat is wat meer hè, volwassen, wat meer mature. Vaak heb je dan ook of de moeder of de villain of... Gewoon een soort van iets zwaarder iets erdoorheen of zo van... Hoi, levenservaring. Maar hoe doe je dat? Midlife crisis. Wat ik dan heel erg doe, ik zet echt een serieuze stem op. Dus bijvoorbeeld zeg ik... Hoi, mijn naam is Lois. Mijn naam is, weet ik veel, ik ben 31 jaar en dit is mijn verhaal. Zo, weet je wel. Hoi, mijn naam is Lois. Ik doe jou gewoon na. Ik had het wel een beetje voor gevoel. Ja. Probeer meer met echt meer krachtig, maar niet hoi, ik ben Lois. Hoi, ik ben Lois. Oké. Okay. Hoi. Nee. Het hoeft niet per se inderdaad hard, maar wel met veel confidence. Oké. Zeg maar. Luid en duidelijk. Oeh. Zo. Zo is het, niet Spider-Man, wat doe jij hier? Maar Spider-Man, wat doe jij hier? Ja, snap je? Oma, okay. Ja, volgende generatie. Dat heeft misschien ook, ja, dat is, ik weet niet, makkelijker of zo. Ja, dat is toch meer een typetje wat je misschien vaker gedaan hebt of zo in je leven. Spider-Man. Ik kan het zelf ook niet goed hoor, want ik ben... Dat was een soort Britney Spears. Ja. Spider-Man. Oh, baby. Vaak heel veel dingen ertussendoor. En dan een heel verhaal vertellen, weet je wel. Dat is dan de clue van het verhaal, want oma weet alles. Ja, oké. Okay. Oh, Spider-Man. Vroeger was alles beter. Vroeger was alles beter. Vroeger? Nee, dat ging echt. Zou je echt aan je kleinkind advies geven? Lois, vroeger was alles beter. Oh. Weet je wel, echt zo heel schattig. Vroeger. Nee, ik ga toch echt wel af. Ja, dan ga je niet. Nee. Ja. Vroeger was alles beter. Ja, Jimmy Neutron naar Juffrouw Vogel. I got that way back, man. Nee. Ah! Oh, Jimmy! Dat is waar wij nu een beetje op lijken. Oké, okay, jongetje. Ja, heel vaak worden er ook meisjes voor jonge jongetjes. Maar bijvoorbeeld Ash wordt ook door een vrouw ingesproken. En zo alles. Erg. Ja. Wat stoerder. Weet je wel, een beetje zo. En een beetje toch in je stem opzoeken. Oké. Pikachu! Sorry. Niet per se boos, maar. Je gaat een beetje. Nou, maar dan ben ik wel echt een man of zo. Wow, wat tof dat jij die wedstrijd gewonnen hebt. Maar dan moet je dan ook, inderdaad, moet je ook heel sad kunnen. Zo. Ja. Wow, wat tof dat jij... Ik ga niet zeggen dat ik na dit, zeg maar, beter of goed of whatever ben geworden, maar ik heb wel een beetje kunnen proeven van dingen. Accenten. En ik weet dat ik hier ook
echt een zak gewoon. Het is toch denk ik meer voor commercial voice-over dat je dat moet kunnen hoor. Dan echt voor... Maar doe je dat ook wel eens? Nee, helaas niet. Dat is wel echt een hele andere wereld waar je in belandt. Amsterdams. 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 Gewoon lekker Amsterdams. Lekker. 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 Je moet gewoon een beetje blablabla. Gewoon zo praten. Lekker. 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 Jij woont ook helemaal niet in de buurt van Amsterdam. Nee, maar ik kan dus... er echt bijna geen enkel accent of zo. Misschien, ik weet niet waarom, maar dat lukt me nooit. Ja joh. Ja joh. Hou op man. Hou op man. Man. Hou op man. Ah. Man. Ah. Man. Doe me denken aan, hoe heet die? Martin Moreira van. Ja. Martin. Echte liefde, geen illusie. Geeft soms wat ruzie, maar is nooit gewoon of zo. Volgende? Ja, graag. Het zijn laag, jong. Zit er een beetje een steekje mee aan ons? Of niet soms? Oh, ja, joh. Oh, jong. Ja, joh. Ja, joh. Ik kan zo ten haag in. Met deze griet. Moet ook wel heel vaak gedaan worden. Dat zijn sound effects of background dingen of walla noem je dat dan. En dat zijn dus eigenlijk de achtergrondgeluiden die opgevuld moeten worden. En dat moet je vaak improviseren. Dus dan word je neergezet en zegt ze, ja noem maar wat. Oh my god, it's my worst nightmare. Ja, dat vind ik ook heel lastig. Want dan heb je geen tekst, dan moet je zelf maar wat bedenken. En dan zit je echt... Dan weet je het gewoon niet meer. Dan staan bijvoorbeeld mensen te kletsen in een klas. Dan moet je de klas opvullen. Dan ben je iemand in die klas. Dus dan moet je maar gewoon wat verzinnen. Hoi. Ja. Vond jij het gisteren ook zo lastig? Ja, ik snapte het niet hoor, die toets. En dan doen ze opeens wat op je iPad of zo achter. En dan moet je opeens... Oh, kijk dit filmpje is. Oh my god. Leuk hè? Oh my god. Weet je, dat moet je dan zelf improviseren. Ah. Je moet nep kunnen niezen. Mijn niezen is echt zo... Ja, dat is dus, niet de bedoeling. Dus bijvoorbeeld voor live action ligt er ook weer aan hoe zij het op beeld doen. Maar stel je hebt gewoon een normaal meisje. Dan doe je zo... Dat is dus heel goed, maar het ligt er dus aan. Want stel, jij hebt een hele dikke, oude vrouw of zo. Dan moet je daar natuurlijk ook weer en dan moet jij dat ook doen. En animatie inderdaad is dan meer... Of zoiets. Ben je schattig, Niesje? Ja, bijvoorbeeld, maar dan meer... Ja, dat is leuk. Maar stel, zij is een heel grappig karakter. Dan moet je ook dat grappige element erin leggen. Want dan kan je niet zo... En dan... Ja, het moet heel aanwezig. Het moet wel heel aanwezig dat kinderen gaan lachen van. Oh, haha, kijk haar nou. Ja, ze moet fucking hard niezen. Ja, als Disney-prinses moet je wel kunnen zingen, natuurlijk, Lois. Help mij, oké. Natuurlijk heb je mensen die echt mooi kunnen zingen, maar is er een soort van trucje of zo dat je kan toepassen als je niet per se. Nee. Ik zou niet van mezelf zeggen dat ik per se goed kan zingen. Nee. Je moet het ook op een bepaalde manier doen. Ik bedoel, als je Disney-prinses bent, kan je niet gaan belten zoals Christina Aguilera. Je moet het wel mooi houden en op een bepaalde manier. Ja. Het is lief. We gaan nu een beetje proberen, weet je wel, hoe we dat moeten doen. En daarvoor hebben we Love is an Open Door for Frozen. En deze gaan we zo meteen aan het einde van de video, dus ook echt proberen goed. Ja, met het stukje daarvoor dus ook nog. Weet je, dat je je stemmetje erin moet doen, dat je enthousiast en... Ja, oké. Oh my god. Hij is zo'n playboy. Can I just say something crazy? I love crazy. Can I just say something crazy? All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. Want dat is wel vaak, je krijgt de tekst wel voor je, maar die heb je daarvoor nog nooit gezien of gelezen. En dan moet je hem één keer bekijken en moet je hem gelijk doen. Ja. Yeah. Dus je had nu al lang ontslagen geweest. Oké, can I just say something crazy? En dan meer, oké, can I just say something crazy? 30 keer heftiger, oké. I never knew why. Ja, en dan... oké, can I just say something crazy? Weet je wel, echt die switch. Dat is haar appeal, zeg maar. Dat ze zo, dat zo intense, leuk is en intens en enthousiast. Dat moet je er allemaal in stoppen. Oké, can I just say something crazy? Ja, dat ging wel goed. Yeah. Oh god, ik moet gaan zingen. Oké, can I just say something crazy? All my life, eh? Kijk, als ik de helft van de video alles faal, dan moet ik deze gewoon nailen. All my life, eh? All my life. Can I just say something crazy? Yeah. I love crazy. I love crazy. My stress level is high right now. Oké, jongens, ik heb een paar stukjes laten zien natuurlijk dat we aan het oefenen zijn. Maar dit is het eindresultaat geworden. Yay! I will never shut you out. Oké, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been...
in a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing, cause like I've been searching my whole life to find my own place. And baby, it's the party talking or the chocolate fondue. Dit was de video. Je hebt het goed gedaan. Ja? Ja, ik vind het echt oprecht dat je het goed gedaan hebt. Het werd echt beter naarmate de mijn video verder. Comfortzone. Ja. Holy moly, man. Drempels. Ja. Dat is toch leuk? In ieder geval, ik hoop dat jullie het eindresultaat leuk vonden om te zien. Vergeet niet op Reder kanaal te kijken. Yay. Want she's crazy. Oh my god. And great and blah, blah. I love crazy. En vergeet niet in de comments achter te laten wat jullie leuk aan deze video vonden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Bye. Bye. Let it go.